zoverre hier. De winnaar is wel officieel, die kunnen we alvast gaan huldigen. Dat is geworden Gonny Caria met Rosalie Jansen. Dan lopen we naar Rosalie toe. Rosalie, gefeliciteerd. Gonny Caria heeft tot nu toe 1 overwinning. Dit is haar 2e. Ja. Hoeveel gaan er nog volgen? Ja, ik hoop nog een heleboel natuurlijk. Maar zoals heet het al, goed in orde. Vorige keer wou ik er een beetje te scherp uit. Was mijn fout. Ze had ook gewoon geld gehad. En ze is gewoon super in orde. Precies. Paard in zijn vorm. De volgende start Duinlicht, Groningen. Groningen, denk ik. Voor mij is dat vrij snel weer. Dus, en ze loopt die super, dus gaan we hier weer. Precies. Ja, gefeliciteerd. En Gonny Caria is een 6-jarige merrie van Offshore Dream uit Uroza's Kickdown. Fokker is de meer van de zanden en eigenaar is de heer Bonenkamp. En u kunt in de handen van de winnaars van koers 3 de zorgvak.nl prijs. Nummer 3, Gonny Caria en Rosalie Jansen. En het onderzoek van het draverijcomité, dames en heren, is afgerond en heeft geleid tot een wijziging in de uitslag. De oorspronkelijk derde aankomende, paard nummer 7, Dravelist, is alsnog uitgeschakeld. Er is onregelmatig draven in de gehele laatste rechte lijn. Uitslag in cijfers nu en is officieel 3-1-2, dan de 6 en dan de 4. 3-1-2, 6-4 officieel. De winnende tijd 1-18-4.